Start de motor. Resetten van noodstops en lichtgordijn. Nu gaat hij, als je op start doet, eerst referentie nemen. De achteraanslag neemt referentie. En nu komt hij naar zijn laatst gekozen wagen. Als je een andere waarde wil ingeven van de X, is dat altijd onmiddellijk op de X. Dan geef je de beeld 100, enter en dan komt hij daar. Met de pijltjes op en neer kun je dus naar je materiaal gaan. Dus je dekte ingeven. Het materiaal staat hier. De snijlengte, dus die kunt je verkorten dat hij niet heel zijn slag doet, niet ganse slag. Terugloop is als je wilt de retractie doen van je plaat weg voordat je knipt. Oké, dan. En die zet hem op 100. Nu kunt je knipen. Dan zie je hier je stuksaantal. En als die aan zijn stuksaantal zit, zet die stuksteller hier 1,5. Dan kun je die gaan resetten door enter te duwen en dan staat die weer op 0. Als je wel een andere waarde ingeven, kun je de beeld 10 stukken kiezen en dan zet je 10 stukken. Je kunt het ook op 9999 zetten om oneindig te knippen. Met deze kun je ook manueel verplaatsen. Hier is de waarde. Maar je kan niet knippen. Dus eigenlijk is dat de functie die niet echt functioneel is. Beter van stop, hier je waarde te veranderen en dan weer start. Met deze knop kun je, als je hier je voet lost, stopt die met knippen. Als je hem hier opzet, duw je eenmaal en dan doet hij hand sessies. Dus van deze zij dan beter dat je eraf blijft. Altijd op kant werken, dan zit je in dat minuutje, stop, kun je waarde veranderen.